Zij is grappig. Jimmy wijst naar de hoek van het volle terras. Die mevrouw met die kooi over haar hoofd. Zoekend kijkt Storm rond. Er is zoveel te zien. Zijn oom zwaait naar hem vanuit de deuropening en wijst naar de glaasjes die hij aan zijn jasje heeft genaaid. Hij bedoelt vast dat Storm zijn zoon nog even bij moet vullen als hij naar buiten loopt. Ze praat met een man in een soort duikpak, met zo'n grote helm op. Jimmy maakt met zijn arm een cirkelbeweging rond zijn hoofd. Een zwerm blauwgroene vogeltjes vliegt om de kooi en de duikershelm. Dat is de moeder van Evie, lacht Storm. Die vogelkooi hangt normaal in hun keuken. Ik hoop dat ze de vogelpoepen uitgekrapt heeft, zegt Jimmy. Wilt u nog een drankje? Beleefd houdt Storm zijn dienblad omhoog en hij knikt naar een man met pijlen in zijn ontblote bovenlichaam. Bloed druppelt uit zijn borstkas. Net echt, fluistert Jimmy. Hebben jullie tijd om met de worstjes rond te gaan? Lara duwt haar tweelingbroer een schaal in de hand. En je moet even naar de boomhut lopen. Daar staat een vrouw met een slang in haar haren, volgens mij een levende. Ze wijst naar de oude eik. En hebben jullie meester Piet gezien? Die heeft een machine bij zich waarmee hij gedachten kan fotograferen. Lara tikt met haar vinger tegen haar voorhoofd. Ze zijn allemaal maf vanavond. Als hij die uitvinding maar niet op school gaat gebruiken, zegt Storm, terwijl hij drie worstjes van Jimmy's schaal pakt.